Welkom bij Oltrom Heeg. Ruimtetest heeft gekozen voor de Chinook 319 voor uw vaarvakantie. In dit korte instructiefilmpje laat ik u de mogelijkheden van de boot zien en we beginnen binnen. Bij binnenkomst rechts vinden we hier een USB-aansluiting, de radio en een marifoon. Een marifoon is alleen toegestaan te gebruiken als je ook in het bezit bent van een marifooncertificaat. Daarboven vinden we de kachel. De kachel zetten we op de volgende manier aan. Rechtsboven gaat de kachel aan, linksboven is ventileren. En met de pijltjes kun je de temperatuur instellen. Daarboven vinden we de vuilwatertankmeter, schoonwater en de dieseltank. De meters activeren we door met deze schakelaars. Zijn we aangekomen bij het instrumentenpaneel. Linksboven de hoofdschakelaar voor het opladen van de accu's, de boiler, de stopcontacten. De schakelaar voor de navigatieverlichting. Naar links is tijdens het zeilen en rechts is als je de motor ook aan hebt. Het ankerlicht, de verlichting in de kajuit en hier hebben we nog een 12 volt aansluiting. De hoofdschakelaar voor de navigatie, de koelkast, de waterdruk en de bilgepomp. Als je het knopje naar links doet gaat de bilgepomp altijd aan, naar rechts is automatisch. Het gas vanuit steken op de volgende manier aan. Je draait het gas open, met de ontsteking rechts gaat de vlam aan. Zijn we aangekomen in een natte cel. Door de schakelaar op deze stand te houden pomp je het toilet weg zonder water. En op deze manier met water. Vervolgens kun je gewoon pompen. De handdouche kun je gebruiken op de volgende manier. Je pakt de kraan. Doet de kraan open. Met deze knop pomp je het douchewater weg. Links bij het stuurwiel vinden we de snelheid en de dieptemeter. Daarnaast het kompas en hierboven de navigatie. Naar boven zit de boegschroef. We vinden hier de aanknop. Je houdt hem 3 seconden ingedrukt totdat het lampje begint te branden. Daarna kun je de boegschroef gebruiken. Ik zal jullie nu laten zien hoe we de motor starten. Je zet het contact aan. Bij een koude motor gloei je eerst 3 seconden voor. Vervolgens kun je de motor starten. Voorgloeien en starten. Soms hebben de accu's nog wat extra stroom nodig na het starten. Kun je deze rode knop indrukken op de gashendel en een klein beetje gas in de vrijgeven. De motor zetten we uit door de stopknop in te drukken en vervolgens het contact eruit te doen. In de bakskist aan bakboordzijde vinden we 2 gasflessen. Soms wil het voorkomen dat de eerste gasfles leeg raakt. Draai dan de gasfles dicht, ontkoppel de eerste gasfles, zet de koppeling op de nieuwe gasfles en draai het gas erop. Controleer altijd even goed of er geen gas ontsnapt. Aan stuurboordzijde vinden we de vuilwatertank. Deze kun je leeg laten zuigen bij verschillende stations. Voor op de punt vinden we de vulder voor het schone water. Deze kun je open krijgen met bijvoorbeeld een lierhendel en kun je bijvullen in verschillende jachthavens. Achter op de boot vinden we de vulder van de dieseltank. Achter op de boot vinden we de aansluiting voor de walstroom. Deze boot heeft alleen de beschikking over 230 volt als die is aangesloten op walstroom. Als deze niet is aangesloten heb je alleen 12 volt. Gaan we verder naar de voorkant van de boot. Hier vind je de handlier voor het anker. Het gaat op de volgende manier. Hierbovenop heb je een rem. Deze draai je los. Op het moment dat deze rem vrij is, kun je hier met het oranje palletje de tweede rem loshalen. En zal het anker gaan zakken als je hem een klein beetje helpt met de buitenstreng. Met de buitenstreng kun je hem ook weer opleren en aan het einde niet vergeten om de eerste rem weer vast te zetten. Let goed op, binnen Nederland zijn er een aantal commerciële bedrijven die altijd willen helpen met de sleepdienst. Accepteer dit nooit, want deze kosten kunnen oplopen tot wel 5000 euro. Krijg je geen gehoor en zit je op open water, dan kun je altijd de KNRM bellen. Deze komen je er gratis altijd helpen. Als eerste beoordeel je de situatie. Zit je in een noodsituatie, dan bel je 112. Als dit niet het geval is, bel je eerst Oltrom Heeg 0515 442898. Laatste vinden we nog wat extra hulpmiddelen in de boot om optimaal van je vaarvakantie te kunnen genieten. Zo vinden we 2 waterkaarten om je route goed voor te bereiden. Een boekje met wat algemene gegevens over de boot. Een instructieboekje over de boot. En wat informatie over de dorpen en steden in de buurt. Als je aan het varen bent op de motor, probeer dan altijd zoveel mogelijk stuurboordkant te houden.
Probeer je manoeuvres ook altijd met z'n tweeën goed voor te bereiden. Wij wensen jullie een hele fijne vakantie toe en mocht je nog vragen hebben, dan zijn we altijd telefonisch bereikbaar.